Aan enthousiasme geen gebrek vanmorgen. Met verve legt burgemeester Rob van Gijzel zijn toehoorders uit wat de mogelijkheden van Brainport in het buitenland zijn. Want die worden lang nog niet allemaal benut. Brainport mag dan wel uitgeroepen zijn tot de slimste regio van Nederland, maar verdient aan technologie en innovatie niet het meeste geld. En dat moet veranderen. Daar heeft Brainport het buitenlandse netwerk van de ambassadeurs bij nodig. We zijn niet de grootmacht zoals de VS, dus wij moeten het hebben van slim samenwerken. En dat kwam ook heel duidelijk naar voren. Het feit dat dit de slimste regio in de wereld is, dat is iets waar we wat wel mee kunnen in Amerika.